Ik ga mijn spulletjes ophalen voor de dag. 10 klantjes eraan. Hier zijn mijn spullen en mijn collega's. Goedemorgen. Hoi. Dus we gaan lekker aan de slag. Ik heb er zin in. Mijn passie voor techniek komt eigenlijk vanuit interesse voor auto's. Maar ik kwam er gaandeweg toch achter dat ik de installatietechniek waar ik nu in zit toch wat leuker vind. Als je er zo nu naar kijkt, zie je dingen dat je denkt van hé, dat heeft mijn aandacht nodig. Een eerste monteur zorgt ervoor dat op het moment dat er problemen met een toestel zijn, dat het toestel op een veilige manier en op een meest efficiënte manier weer in bedrijf wordt gesteld. Oké. De druk is te laag. Nou, dan moet ik even bijvullen. Op het moment dat ik aanwezig ben bij een klant, vraag ik wat de klachten zijn. En aan de hand daarvan stel ik een onderzoek in bij de ketel wat er aan de hand is. Ja, er moest wel wat bij, hè? Ja, wel aardig, ja. Zou er mogelijk een lekkage kunnen zijn? Zou het ook wel kunnen. Je bent een stap verder als de onderhoudsmonteur. Dus het is heel belangrijk dat je leert om verder te kijken dan je neus lang is. Dus oplossingsgerichtheid is van hoog belang. Nou, ik vind dat ik goed begeleid word. Op het moment dat ik vragen heb, is die goed bereikbaar en weet hij op een duidelijke manier uit te leggen hoe ik iets op kan lossen. Hij is leergierig. Zijn passie voor techniek, dat zie je in alles wat hij doet. Dus dat gaat hartstikke goed.